Ook de opleiding van de zorgprofessional verandert mee. Dat geldt ook voor de mensen die werken bij de zorgcentrale. De centrale is heel erg veranderd omdat de maatschappij ook verandert. En als centrale moet je meegaan met de ontwikkelingen in de maatschappij. Mensen blijven langer thuis wonen, mensen willen ook langer thuis blijven wonen. Betekent wel dat de vragen die mensen hebben vanuit thuissituaties, dat die ook veranderen. En met name dat die complexer worden. Als zorgcentrale moet je daarop inspelen en zorgen dat je diensten blijven passen bij de vraag van de mensen. We hebben een mevrouw die doet iedere morgen een oproep via beeldbellen. En die begeleiden we dan met insulinespuiten. Voorheen kwam er iemand aan huis, maar nu doet ze zelf een oproep en begeleiden we haar in. En adviseer waar nodig is. Voor de centralist is er ook van alles veranderd. Er komen meer zorgvragen binnen, maar ook meer complexere zorgvragen binnen. En daarvoor is een andere kennis en capaciteit nodig. Met name op medische kennis hebben de centralisten gewoon meer nodig als ze voorheen nodig hadden. En we gaan niet alleen ondersteuning bieden op het moment dat er een hulpvraag is, maar ook aan de preventieve kant kunnen we nog heel veel doen. En ik denk dat met name op die preventiekant er nog een grote ontwikkeling plaats gaat vinden.